De minister van Volksgezondheid, Patrick Pengel, lag vandaag onder vuur tijdens de voortzetting van de begrotingsbehandeling in de Nationale Assemblée. Onder andere werd hij door de oppositie beschuldigd dat hij geen antwoorden gaf op brandende vraagstukken. ABO-parlementariër Edouard Belfort en VHP-parlementariër Assis Gayadine maakten zich zorgen om de beschikbaarheid van medicamenten. Daarnaast stelden ze ook vragen over de specialistische zorg. Naar aanleiding van die gewijzigde begroting wil ik weten van de minister of er optimaal middelen zullen zijn zodat er geen stakingen of dreigende stakingen zullen voorkomen. Dan wel schaarste van medicamenten. Dank u wel. Voorzitter, ik vraag, we plegen wijzigingen hier in de nota. En ik vraag de minister of hij ons kan garanderen of het nu tot 31 is. Of al die specialistische zorg. Ik noemde een voorbeeld van het dotteren op dit ogenblik. Maar er zijn ook andere dat operaties niet uitgevoerd kunnen worden op dit moment. Minister Pengel zei dat de regering er alles aan doet om het beleid goed te voeren ten aanzien van de medische zorg. Ja, voorzitter, ik was duidelijk. In de voorgaande jaren, 2015, 2016, was de overheidsbijdrage aan overheidsziekenhuizen 0 SRD. Nu is er een bedrag van 28 miljoen plus gereserveerd in de begroting om de ziekenhuizen te ondersteunen, omdat we weten dat ze door moeilijke tijden gaan. En deze financiële problemen hebben dus geleid tot een structureel probleem, dat materialen onvoldoende aanwezig waren, dat men onvoordelig moest inkopen omdat er maar kleine hoeveelheden ingekocht konden worden, dat ziekenhuizen leningen tegen hele hoge rentetarieven moesten afsluiten omdat onder het mom van korttermijn leningen, terwijl ze heel lang bleven uitstaan, met hoekenrentes tot gevolg, boeterentes tot gevolg. Dat heb ik allemaal in de eerste en de tweede ronde uitgelegd. Ik heb gezegd dat de overheid de ondersteuning zal blijven verlenen. Het is niet de bedoeling dat ziekenhuizen omvallen. Dus waar het noodzakelijk is, zullen we niet schromen om meer dan die 28 miljoen indien het nodig is. Tot zover minister Patrick Pengel van Volksgezondheid vandaag in de tweede ronde van de begrotingsbehandeling in de Nationale Assemblée.